De vereniging Samaka Gemeenschappen VSG heeft vandaag de resultaten van een online petitie ingediend bij het kabinet van de president en bij de Nationale Assemblée. Bij het kabinet van de president heeft Nathalie Ahmad Mohamed, directeur Algemene Zaken, de petitie namens het staatshoofd in ontvangst genomen. De petitie is door de VSG online op touw gezet met als doel de internationale gemeenschap te informeren en te mobiliseren om de strijd voor het behoud van het bos in de Samaka gemeenschappen aan te geven. De hoofdoorzaak is de vernietiging van het bos door de activiteiten van het bedrijf Palmeras Timber NV, die verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor de leefgemeenschappen. Iota Soke, lid van de jongerenafdeling van VSG, die de petitie voorlas, wees erop dat het inmiddels 17 jaar geleden is dat het Inter-Amerikaans Hof van de Rechten van de Mens in het voordeel van de Samaka heeft geoordeeld en droeg de regering van Suriname op om de houtkap- en mijnbouwconcessies in de leef- en woongebieden van de Samaka stop te zetten en hun grondrechten juridisch te erkennen. Te stoppen met alle houtkapactiviteiten langs de Palmerasweg. 2. Een goede, vrije, voorafgaande, geïnformeerde toestemming met de Samaka gemeenschappen uit te voeren. 3. Het implementeren van een sociale milieu- en effectenstudie van de Palmerasweg en de houtkapconcessies door een onafhankelijke instantie. Ik ben blij dat u met ons hier staat en ook de zon voelt, want dat is wat we gaan meemaken als het zo verder gaat. 4. Het juridisch erkennen en vastleggen van de collectieve landeigendomsrechten, zodat de Samaka de autonomie hebben om het bos duurzaam te beheren en over de juridische middelen beschikken om hun levensonderhoud en cultuur te beschermen tegen toenemende bedreigingen. Wij, het Samaka-volk verenigd in de VSG, zijn toegewijd aan het ondersteunen van de regering van Suriname om te voldoen aan de internationale verplichtingen om het Amazone-regenwoud in het land te beschermen. Wat cruciaal is om de negatieve effecten van klimaatverandering te beperken en het bos waarvan de Samaka afhankelijk is voor hun levensonderhoud voor de komende generaties te conserveren. Bij deze kan ik u mededelen dat uw petitie in goede orde is ontvangen door mijn persoon en ik zal zelf sowieso met alle zekerheid dat ik aan u kan doorgeven, doorgeleiden naar de president en die zal dat met dan doornemen en er wordt natuurlijk teruggekoppeld. Nogmaals bedankt en het wordt sowieso doorgeleid naar de president. Hugo Yabini, adviseur van VSG, zegt dat de strijd niet stopt bij het indienen van de petitie. De Samaka gemeenschappen hebben genoeg geleden onder de gevolgen van het uitgeven van hout- en houtconcessies in hun woongebieden, meent Yabini. Stefan Petrici, voorzitter van het bestuur van de VSG, zegt dat wat de Samaka gemeenschappen nu meemaken te vergelijken is met moderne slavernij. Maar wie die efiri wordt dan met je bari omdat te wat mij trapje, brada. Teno met je bari moet hij nefir moro toch. En zolang ook nog dede, wordt dan met je bari. En daarom ook dat we niet doen, zo janasrana, maar ook internationaal, we mobiliseren. En ik kan tegen dat we doen online petitie en we hebben meer dan 4800 handtekeningen internationaal zijn en ondersteunen als aan die. We doen ook toe jaso naar de smafu. Voor zo'n land tak eigenlijk grond op en look you. Ook zijn je takjes en je promissie tegen Dorosi over je beleid, over amoro groen kon refusrana. Zo men busu abi. Maar terwijl bakasee hol, visee, zo tako groen, maar bakasee voor eigenlijk doet hij helemaal. Nou, nou een moderne fasie, de man ontwikkel systeem, kon straf uno drape. Dat u bent continu jaso voor contagie, a pap uno tak u de ina straf u etelek van de slaven, de slavenbende. Dus die de, abo boom even man begrijp taki, wie a walos masa is sa delek straf u basi die de ete. Je begrijpt. Nou, wie desma disi, e libi ina busi etan drape. We libi fkriki watra, we libi fuwiri, we libi fufisi, we libi fumeti, en we libi fugronya. Dus dat apadisi dat de egidens maar verkunnen voor kon in een leefgebied voor ons drapen, voor kon vernietig, de maar a woeio voor pewenya, de maar kon vernietig, a potek voor pewe libi, dus alle de ontwikkel dat de. En a konf unija, une contact we feti teken ontwikkeling. En ma uno bewan ook tak ontwikkeling, e fet nangau. Ma ontwikkel no fet nangau no, enkele ontwikkel bijna akiru.
Middels het indienen van de petitie wil de vereniging het staatshoofd en de volksvertegenwoordiging erop toe bewegen om versneld de uitvoering van het Samaka-vonnis te realiseren en om geen concessies meer uit te geven in de woon- en leefgebieden van de inheemse en tribale volkeren.